Zo, we hebben hem losgeslepen, schakelaarsje ook. En wat ik wil zeggen is, vaak komen dingen niet alleen. Vaak zijn er nog meer prutsdingen te vinden. En ik zal je even meenemen aan de andere kant. Een prutsensleutelaar heeft de neiging om dingen steeds te verneuken. En dat komt ook steeds vaker weer naar voren toe. Dus die heb je al gezien, dat hebben ze niet goed opgelost. En dat hebben ze gewoon opgelast. Maar dan ga ik even naar de andere kant. En dit soort grapjes kosten mij heel veel tijd. Want ik moet het loshalen. Ik moet erbij. En dat lukt niet. Doorgedraaid. Moet ik uitboren, denk ik. Daar zit een platte schroevendraaier in. Daar zit weer een inbus in. Als je een beetje wil sleutelen en je hebt ook plezier aan je eigen sleutelwerk, dan zorg je dat je je nieuwe boutjes of goede boutjes indraait. Nooit verschillende. Je ziet ook dat die goed verroest is, dus pak er gewoon nieuw voor. Het heeft zoveel plezier als je je eigen werk goed doet. En liefst, nou, origineel hoeft voor mij niet altijd, maar wel, pak die inbusjes nieuw. De volgende keer loop je weer te kutten, dan loop je er weer tegenaan, dan loop je weer te kloten. Ja, nu ben ik het. En dat gaat geld kosten. Heel simpel. Dit ook. Zorg voor een nieuw slangetje. Dan ben je er klaar mee. Nu moet ik hier een nieuwe opzetten. En dit moet ik hier weghalen. Ga ik ook doen. Monteer ik ook niet meer terug. Maar dan kan ik er wel een nieuw slangetje opzetten. Dus dat zijn dingen waar je zelf even rekening mee moet houden. Dus als je sleutelt, probeer het zo goed mogelijk te doen. Nou weet ik dat de eigenaar van deze motorfiets dit niet heeft gedaan. Dat zou een andere familielid zijn geweest. Dus wie weet heb ik daar nog even wat woorden mee. Maar ja, als ik het niet laat zien, dan weten jullie het ook niet. Je ziet op meer plekken ook wel. Hier ook roest. Waarom weet ik niet. Allemaal onlogisch in mijn ogen wat ik tegenkom. Hier ook omheen geschilderd. Waarom? Dikke patchbanden erop. Waarom? Jongens, dat is allemaal niet nodig. Draai er gewoon een nieuw boutje met een ringetje. En niet eens kopen vet. Als je dat doet, dan is het klaar. Nou, we gaan weer verder. Kijk, ik heb zelf hier al een nieuwe as ingezet. En de kern ziet dat hier wat uitsteekt. Ik heb zelfs het vermoeden dat de achterbrug niet helemaal recht is. Maar ik kan dat niet verklaren. Hij loopt verder goed. Ik heb hem meegereden. En ik kom het wel vaker tegen. Hier ook. Schoon. Kit erop. Geen idee. Ja, en dit valt natuurlijk weer onder het hoofdstuk. Motorfiets afzeiken van een ander. Nee, zo wil ik dat niet zeggen. Zo bedoel ik dat niet. Kijk met me mee. Leer van andermans fouten. En zorg dat je het zelf beter doet. Kijk, dit is ook zoiets geks. Dat moeten we straks nog verhelpen. Is gewoon kapot. Is gewoon verneukt. Er zit een haarscheur in, dus wordt alweer wat duurder. En aan de andere kant ook. Daar is gewoon grof aan gesleuteld. Dat functioneert dan niet. Behoed je jezelf ervoor en probeer het zo goed mogelijk te doen. Nou, tot straks weer. Ik ga weer verder met dit motorblokje. Ik heb hier nog wel even een appeltje mee te schillen. Tot ziens.